Zoals bekend werken we op Schiphol aan de verdere uitbouw van het Airport City concept. De samenhang tussen de luchthaven en de ruimtelijke ontwikkeling aan de luchthaven. En wij zijn aan het werk om dat op een gethematiseerde wijze binnen de gebieden waar we over gaan tot stand te brengen. Dit zijn natuurlijk moeilijke tijden voor onze huurders, maar ook voor Schiphol. Ik hoef er geen doekjes om te winden. Het is een moeilijke periode voor de luchtvaart en daarmee ook een moeilijke periode voor die bedrijven die direct afhankelijk zijn van die luchtvaart. En dan denk ik met name aan de afhandelaars, vracht. En in deze tijden proberen we als Schiphol Real Estate wel wat met onze huurders mee te leven. We hebben uiteraard contracten met elkaar, daar kun je elkaar heel strak aan houden en dat zullen we in de meeste gevallen ook doen. Maar daar waar partijen die essentieel zijn voor de functie van Schiphol dreigen om te vallen, heel veel moeilijkheden hebben, proberen we met maatwerk elkaar door deze tijd heen te helpen. En dat kan de ene keer zijn dat we zeggen, nou, we moeten misschien iets aan de huur doen, maar verwachten dan wel van die partij dat die zich voor een wat langere periode aan Schiphol bindt. En zo proberen we keer op keer een individuele oplossing te vinden. Het is geen vrijbrief dat iedereen die bij ons komt maar wat met ons kan dealen. Maar daar waar het echt aan de orde is, hebben wij begrip voor de problematiek die speelt op de luchthaven.